bij de Autoweek update van woensdag 18 mei. We zijn in Italië, in Arezzo om precies te zijn. En om nog preciezer te zijn, het Alfa Romeo Museum. Vorig jaar opnieuw geopend. Het ziet er hier allemaal schitterend uit. Volgens mij een verdieping of 6 met allerlei historisch materiaal van Alfa Romeo. Van het vooroorlogse spul toen Alfa nog een echt luxe merk was. Tot aan naoorlogs materiaal toen Alfa Romeo meer voor de massa ging produceren. Nou, kijk hier bijvoorbeeld, ik heb maar even een verdieping uitgekozen. Giuliaatjes, van alles en nog wat aan afgeleide daarvan. Loop even met me mee naar boven, want dit vind ik persoonlijk ook wel een hele bijzondere afdeling. Hier staan de designhuizen, denk dus aan Pininfarina, Bertone, Giugiaro, Zagato. Die deden natuurlijk ook allerlei dingen in opdracht van Alfa Romeo. Daar staat bijvoorbeeld Touring, Carrozzeria Touring. Ja, schitterend gelijnd coupeetje. Hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn een auto ontwerpen? En ja, loop even mee naar dit indrukwekkende apparaat. Ik had er vroeger een speelgoedautootje van, 1 op 43. De Carabo, een ding van Bertone uit 1968. Kijk die wigvorm, kijk die lamellen over de achterruit. Het is futurisme, troef, maar o zo indrukwekkend. En daarachter staat er eentje van Giugiaro, een beetje in dezelfde stijl. Ik ken hem persoonlijk niet. Hij heet de Iguana. Ja, en zo is er hier nog veel meer moois te zien. In Arezzo, het Alfa Museum. Als je in de buurt bent, ga even langs.